Na afloop van Jong FC Groningen, Jong PSV was er een persconferentie voor genodigden. Door goed te blijven voetballen, proberen de zijkant aan te spelen en van daaruit doorkomen. Op welke speler bent u het meest trots van de wedstrijd? Ja, als ik er toch één moet uitnemen, dan is het Zakaria Labiat, omdat hij die strafschop zijn verantwoordelijkheid neemt om die strafschop te nemen. Ik ben met name heel tevreden over Danny Post. Want die vond ik eigenlijk wel de beste man aan Groningen kant. Dus ja, daar ben ik dan trots op. Wat Marco zegt, natuurlijk ben je trots op het hele elftal, maar ja, ik vond Danny wel heel goed spelen. Denkt u dat PSV ook zonder die strafschop nog terug was gekomen naar gelijkspel? Het ging wel moeizaam, we creëerden niet zoveel kansen meer in de tweede helft. Als je dat zo bekijkt, dan zou het moeilijk gaan, maar ja, dat zijn nou eenmaal de spelregels. Als je iemand neerhaalt in de 16, dat je dan een strafschop krijgt, dus ja, daar hebben wij van geprofiteerd en in principe was dat voor ons genoeg. Vond u de penalty terecht? Ja, ik vond hem zeker terecht. Ik vond het ook niet handig van onze keeper. Zoals ik het zag, kwam er een hoge bal waarbij ik vond dat onze centrale verdediger A, te veel ruimte gaf aan Zeefuik. Dat weet je gewoon dat een handige speler is. En die draait weg naar de zijkant. Ja, volgens mij bij iedereen op het moment die onderweg is naar de zijkant, dan is dat eigenlijk niet echt een kans. Dus hij kan met zijn voeten naar voren gestroomd, onze keeper. Ja, ik vond dat niet handig. Nou, wat vond u van het verhaal van de trainer van FC Groningen? Het verhaal van de trainer van FC Groningen, die klopte ook redelijk goed. Kijk, je kijkt altijd naar je eigen team en hij kijkt er weer naar zijn eigen team en beoordeelt dat dan. En wat ik ook aangaf was Groningen iets beter. En wij noemen dat in onze taal dan de bovenliggende partij. En zo noemde hij dat. En dat klopt ook. Maar ja, op de stand van de ranglijst was het ook het zo te zien van de laatste kans van FC Groningen om de afstand kleiner te maken richting ons. Ja, eigenlijk doen wij dat ook een beetje toe. Dus vandaar.